Hey, goed dat je kijkt. Kijk eens wat een klein weersteuntje. Dat kan ik natuurlijk niet gebruiken om zo'n audioversterker te testen. Daar willen we graag een 4,0 ohm meetweerstand voor hebben. Ik heb deze gevonden, een oude uit het onderwijs. Die is ongeveer 5,5 ohm. Dus kijken of we deze kunnen aanpassen. Op de weerstand staat genoteerd 5 ohm, 6,6 ampère. Dus met een gewone multimeter kunnen we eens proberen de weerstand te meten. Kijken waar die mee komt. 5,5 ohm en ik wil graag naar 4,0 als dat lukt. Dit is natuurlijk geen super nauwkeurige meter, het is ook geen milliohmmeter. Dus ik heb hier nog wel deze Philipsen staan. Die gaan we ook even aansluiten, maar die sluiten we niet parallel aan deze meter. Want dan gaan ze elkaar natuurlijk beïnvloeden. Want een ohmmeter heeft een inwendige spanningsbron die gebruikt wordt om de weerstand te meten. Dus altijd even loskoppelen. Oké, de onderste Philips komt terug met 5,60 ohm. En de bovenste Philips zegt 5,59. Dus we werken even met de waarde 5,60. Er moet dus 1,6 ohm af van deze waarde. En zo te zien aan deze constructie zit hier een soort van loper. En die ga ik eens proberen te gebruiken om die waarde terug te brengen naar 4,0 ohm. Oké, eens even openschroeven. Daar is die. En je ziet dat het een behoorlijk oude weerstand is. Erg stoffig, vuil. Daar kunnen we natuurlijk niet zomaar een loper overheen schuiven. Deze loper kan ik wel losmaken. Maar ik zal ook dit moeten schoonmaken om een goed contact te krijgen. Eerst eens die loper losschroeven. Nou, dat is de loper, dus die kan daar vrij overheen bewegen. Nu is wel de vraag in hoeverre dit gecorrodeerd is natuurlijk. En of ik dan goed contact kan maken. Dat lijkt me niet. Dus ik ga dit eens even schoonmaken, onder andere met contactspray. Contact 60. En je ziet hier ook op die weerstand waar die ring heeft gezeten. Daar is het mooi schoon en niet gecorrodeerd. Dat is een heel duidelijk kleurverschil. Dus dat moet toch even goed schoongemaakt worden. Ik zou eens even proberen met een beetje contactspray. Even de binnenkant van de ring ook schoonmaken. Een beetje schuren. En nu ga ik hem hier vastzetten, de ring. En dan eens kijken of ik ook een andere waarde meet. Nou, eens even meten. En de meter zegt nu 4,70 ohm. Dus deze methode lijkt te werken. Alleen de loper moet iets verschoven worden. Eureka! 0,004 kilo-ohm. Nou, dat is 4,00 ohm. Even alles goed vastzetten. En wat is nu het maximale vermogen bij deze weerstand? Dat is natuurlijk belangrijk om te weten als je het wil afstemmen op het vermogen van de versterker die je wilt testen. Nou, er zit een kenplaatje. En dat kun je lezen hier staat op 5 volt en 6,6 ampère. En vanuit de theorie weten we dat het vermogen wordt bepaald door de volgende formule. P is U maal I of P is U kwadraat gedeeld door R of P is I kwadraat maal R. En in dit geval kunnen we deze vergelijking prima gebruiken. P is 6,6 kwadraat maal 4,0. En dat kunnen we even uitrekenen. 6,6 kwadraat maal 4 is ongeveer 174 watt.
Dus dat is het maximale vermogen waarmee je deze weerstand kunt belasten in een testsituatie. Zo, en deze meetweerstand is weer bruikbaar voor het practicum versterkers. Daar kan ik bijvoorbeeld deze TDA 2030 mooi mee belasten. Of deze Lin Classic. Ja, zwaar. Oké. Plaats je vragen en opmerkingen in de comments. Abonneren en ik zie je weer in een andere video. Joe.